Ja, hele goede morgen. Ontzettend fijn om hier te zijn. Ik heb ook met heel veel belangstelling geluisterd naar de woorden van Jan van Zanen zo net. Ik sta sowieso altijd graag met hem zij aan zij en via hem zij aan zij met u. Laat ik dat zeggen als aftrappen. We komen op die vissen zo nog even terug. Dames en heren, als je met een hele grote passer een cirkel zou kunnen trekken om Nederland, dan staat die punt van die passer in het midden. En dat is hier. Dat is hier in Barneveld. En ik heb wat beelden meegenomen vandaag om mijn verhaal te ondersteunen. En daar zult u dat in zien. En maakt u zich niet ongerust, want ik heb om te beginnen goed naar Jan van Zanen geluisterd. En ik ben mij heel goed bewust van de zorgen die bij u leven. Ook over die financiering in het sociaal domein. Ook over de jeugdzorg. Maar er is een gezegde, hè, dat zegt, je moet het geld niet achterna, maar tegemoet lopen. Dus ik kom daar zo op terug met uw welnemen. En ik wilde dus eerst een fragment tonen uit een documentaire. Die heet The Powers of Ten. En die is gebaseerd op eigenlijk een heel simpel idee. Om te beginnen zie je een man en een vrouw die aan het picknicken zijn in een park. En iedere paar seconden wordt er een nul toegevoegd aan de afstand tot dat stelletje in dat park. Eens kijken of het lukt. Op dat moment en dan voel je André Kuipers, want dan ben je daar ver weg, onderdeel van dat enorme heelal en dan zie je daar die blauwe planeet. En we weten allemaal, als je de astronauten dan vraagt, wat voel je dan, wat gaat er door je heen als je dat zo ziet, dan zou je bijna denken dat je de aarde gaat relativeren en het leven op die aarde, wat zo klein en nietig is in dat grote heelal. Maar dat doen ze eigenlijk niet. Die astronauten die benadrukken juist de kwetsbaarheid van het leven. En hoe mooi het is dat dat bestaat, die planeet daar. Maar dat zou te ver voeren om hier nu op verder te filosoferen. Ik zou het graag doen. Maar dat is misschien niet iets voor een minister van Binnenlandse Zaken. Nee, ik wil het eigenlijk vandaag weer hebben over Nederland. Over het bestuur van Nederland. En een beetje vanuit dat nuchtere Barneveld hier in het midden van het land. Me richten op wat meer aardse zaken. En je zou kunnen zeggen, om in de metafoor van het filmpje te blijven, dan moeten we misschien beginnen ergens tussen 10 tot de macht 4 en dat stelletje in dat park. Zo ergens tussen Nederland en de Nederlander. Dus laten we beginnen bij 10 tot de macht 4 en dan gaan we van de aarde terug naar ons land. Naar Nederland op 10 kilometer afstand. Dan zie je, als het goed is, al gauw die contouren van ons land. Dat is natuurlijk heel erg herkenbaar. De kustlijn, die stippenlijntjes bovenin, zie je hier net niet. De stippenlijntjes waar wij allemaal de Waddeneilanden in herkennen. Je ziet een polderlandschap. En als je met een beetje fantasie naar dat landschap kijkt en naar de kleuren en naar de rechte lijnen, dan voel je dat een beetje als een schilderij van Mondriaan. Denk ik wel eens als ik dat zie. En wij zijn een land met meer dan 17 miljoen inwoners. 17 miljoen mensen waar die allemaal hetzelfde worden behandeld. Die dezelfde rechten hebben, bijvoorbeeld een plek om te wonen. We zijn een land met 13 miljoen mensen die mogen stemmen. En wie stem allemaal even zwaar weegt. We zijn een land met 3 miljoen kinderen. En die kinderen in Nederland die behoren tot de gelukkigste in de wereld. En we zijn een land waar de democratische rechtsstaat het fundament is onder onze samenleving. We zijn een land waarin we samen optrekken, maar waarin we samenwerken. En als je vanuit dat land weer verder inzoomt, dan kom ik eigenlijk bij u. Dan kom ik bij de regio, de gemeente, de wijken in onze gemeente.
Dus dan moeten we weer even terugzoomen van 1000 naar 100, 100 meter afstand. Dan kunnen we zien wat u bijna dagelijks ziet. En op dat niveau, dames en heren, wil ik even stilstaan bij Groningen. Want ik heb gisteren een kamerdebat gehad over Groningen. Ik ben er 2 weken geleden op bezoek geweest, na de laatste zware aardbeving. En in Groningen moet de schade aan de huizen worden verholpen. In Groningen moeten de huizen worden versterkt. Maar er is iets anders ook aan de hand. In Groningen moet het vertrouwen in de overheid worden hersteld. En daar moeten we aan werken. Het vertrouwen in de overheid is daar weg. En ook daar geldt, dan moeten we samen optrekken. Dan moeten we als kabinet, samen met de regio, samen met de lokale bestuurders, de wethouders, de burgemeesters, de raadsleden, naast de inwoners gaan staan. Samenwerken met maar 1 doel voor ogen, om ervoor te zorgen dat het opgepakt wordt. Dat er 1 plek komt waar de bewoners en hun bestuurders terecht kunnen om te zorgen voor herstel. Dames en heren, ik heel veel dank voor Groningen. Dames en heren, heel veel terreinen, hè? Er zijn er een paar al genoemd door Jan van Zanen zo net. Inburgering, energietransitie, laaggeletterdheid. Daar moet de overheid en anderen echt als 1 partij optreden. En dat doen we ook steeds meer. Ik heb met de Zuidelijke Randstad, de gemeente in de Zuidelijke Randstad, een woondeal gesloten. Daar zijn wethouders bij betrokken van echt veel gemeenten. Daar zijn gedeputeerden van de provincie bij betrokken. Daar zijn partijen bij betrokken als Bouw Nederland, NEPROM. Omdat we er samen voor willen zorgen dat die krapte op de woningmarkt daar wordt opgelost en dat de woningbouw daar wordt versneld. En dat is eigenlijk een samenwerking die een wat informeler karakter krijgt. Hè? Dat zie je ook op wijkniveau. Op wijkniveau waarin wij als bestuurders er steeds beter in slagen om ruimte te geven aan bewoners. Bewoners en instellingen die zelf een initiatief nemen om een zwembad open te houden. Om buurtactiviteiten voor ouderen te organiseren. Om een kinderspeelplaats op te knappen. En wat het bestuur op dat niveau gemeen heeft, is dat er heel veel taken zijn bijgekomen. De decentralisaties. Maar ook andere begrippen spelen daar een rol. Klimaatadaptatie, woningbouwopgave, energietransitie, digitalisering. Dat zijn, als je er op nationaal niveau over praat, zijn het bijna abstracties. Maar als dat op het bureau van de gemeente belandt, dan wordt het heel concreet. Dan heeft het heel directe betekenis voor de mensen in die gemeente. En ze stellen u voor spannende, maar moeilijke besluiten. Ze stellen u voor afwegingen die soms nieuw zijn. Ook voor raadsleden die nieuw zijn, voor wethouders. Het zijn keuzes die gemaakt moeten worden, waar je misschien weerstand kunt verwachten. En het zijn vragen als waar zetten we die windmolens neer? Het zijn vragen als waar bouw je nieuwe woningen? En vragen als wat doen we als het budget voor hulpbehoevende jongeren in onze gemeente niet toereikend is? 10 tot de eerste macht. Het midden Nederland Hallen, hier in Barneveld. Ik kom weer even terug bij waar ik begon. Dat is op dit moment een hal met 1000 wethouders, raadsleden, burgemeesters, griffiers, ambtenaren. Ja, en 1 minister, de minister van Binnenlandse Zaken. En samen vormen wij die ene overheid. En dat is belangrijk. U bent al een paar dagen bij elkaar, maar u gaat straks iets heel belangrijks doen, want u gaat stemmen. En daar is deze ALV ook voor. En u gaat ook stemmen over het geld voor de jeugdzorg, het geld voor de GGZ. Jan van Zanen sprak er zo net over. En ik wil voor aanvang van die stemmingen daar wel iets over zeggen. Want ik heb uw zorgen gehoord. Het kabinet heeft uw zorgen gehoord. En dat is ook goed en dat is ook logisch. Want dit zijn zorgen via u die leven in ons land. En wij vinden het allemaal belangrijk dat Nederland een fatsoenlijk land is. Dat Nederland een land is waar gezorgd wordt voor mensen. Waar we jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid niet in de steek laten. En daarom hebben we afgesproken om opgeteld
1 miljard extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Jan heeft het net uitgelegd. We hebben daar ook afspraken over gemaakt. We hebben gezegd, we gaan het heel goed onderzoeken. En de uitkomst van dat onderzoek, die zal voor ons heel zwaar wegen. En dan zullen we weer bij elkaar zitten. En dan zullen we kijken wat er nodig is, structureel, om datgene waar u verantwoordelijk voor bent, ook langer en structureel in stand te kunnen houden. En ik denk dat dit een voorbeeld is van een eigenlijk nog groter onderwerp waar we het over zullen moeten hebben, namelijk de financiële verhoudingen. Want ik merkte in de gesprekken die wij voerden de afgelopen weken, en die waren intensief, maar dat we daar ook wel een beetje vervielen zeg maar, in de klassieke patronen, in de klassieke rollen die je dan inneemt. En ik denk dat de financiële verhoudingen ook aanleiding geven voor ons allemaal om in die klassieke rollen te vervallen. Want ze zijn eigenlijk gebaseerd op een oud denken, op een top-down denken. Op het principe, je gaat erover of niet. En dat hadden we eigenlijk achter ons gelaten. Die spelregels die zijn 20 jaar oud. Die zijn uit een tijd die eigenlijk niet meer bestaat. En als wij, door hoe we de financiële verhoudingen ingeregeld hebben, eigenlijk steeds met elkaar in onderhandelingen zijn, ja, dan draagt dat helemaal niet bij aan wat we eigenlijk willen, namelijk als één overheid optreden. Samenwerken. En we hebben een oordeel gekregen van de Rekenkamer, de Algemene Rekenkamer. Die heeft eigenlijk ook gezegd dat het samen oppakken van die maatschappelijke opgaven, dat het niet kan volgens de huidige regels. Ja, wat is dan belangrijker? Dat we altijd die regels in stand houden of dat we een manier verzinnen waardoor de regels aansluiten bij hoe wij willen samenwerken. Dus ik wil daar echt serieus naar kijken. Ik wil kijken hoe we die financiële verhoudingen kunnen laten aansluiten bij de interbestuurlijke verhoudingen die we met elkaar hebben afgesproken. En dat betekent dat ik op korte termijn kom met een wetsvoorstel waarin we dat uitkeringsstelsel gaan aanpassen. En zo dat we de opgaven waar we samen voor staan ook kunnen bekostigen. En ik werk ook samen met de VNG aan een herrijking van het gemeentefonds. Maar, en Jan van Zanen zei er net iets over, de huidige bestuurlijke samenwerking die vraagt eigenlijk ook in brede zin om een heroverweging van de financiële verhoudingen. Want inderdaad, de gemeenten kunnen op dit moment maar zo'n 8% van hun eigen inkomsten genereren. En dat is niet zoveel, ook niet als je vergelijkt met andere landen. En het is vooral niet veel in relatie tot de verantwoordelijkheden die u hebt. U hebt heel weinig ruimte om flexibiliteit in de eigen begroting te genereren door eigen inkomsten. En ik ben er om de beleidsvrijheid van gemeenten te bevorderen, niet om die te beperken. En Nederland behoort in financiële zin tot eigenlijk een van de meest gecentraliseerde landen ter wereld. Wij in de belasting, inkomstenbelasting. En dan gaan we daarna, via een ingewikkeld verdeelmechanisme en systemen die we allemaal hebben bedacht, gaan we dat eigenlijk weer terugsluizen naar de gemeente. Ja, in alle eerlijkheid, dat moet natuurlijk eenvoudiger kunnen. Dat moet ook goedkoper kunnen. En ook vanuit democratisch oogpunt is het eigenlijk een tikkeltje vreemd dat we dat zo doen. Dus met andere woorden, ik wil het onderzoeken. Ik wil dat alle opties op tafel komen te liggen, de verruiming van de eigen inkomsten, snelle aanpassingen in de bijdrage uit het gemeentefonds en op lange termijn, wie weet, kunnen we dat voor elkaar krijgen, de verruiming van het eigen belastinggebied. En de afgelopen jaren hebben we steeds eigenlijk de lenigheid van het stelsel opgezocht, we hebben het opgerekt, maar dat heeft zo zijn grens. Want wat betekent beleidsvrijheid eigenlijk als alles is dichtgeregeld? Hoe kunnen we als één overheid opereren als de financiële verhoudingen scheef zijn? En welke betekenis hebben die interbestuurlijke spelregels als we steeds de discussie aan moeten gaan met elkaar of er genoeg geld is en hoe we dat geld verdelen? Dames en heren, samenwerken betekent voor mij zeker niet dat je altijd alles samen moet doen. Dat zou helemaal niet goed werken. Samenwerken betekent voor mij, en dat is eigenlijk net als in een goed huwelijk, dat je elkaar ook ruimte geeft. Ruimte om invulling te geven aan je eigen rol. Dat betekent eigenlijk gewoon vertrouwen geven. Het betekent ook dat het de verantwoordelijkheid van het Rijk is om iets te vinden. Om je uit te spreken. Om een rol te pakken die verwacht mag worden van het Rijk.
En ik geef een voorbeeld. De Novi. Daar zijn we hard mee aan het werk. En in die Novi, daar zult u zien, als de ontwerp Novi binnenkort naar buiten komt, dat wij ons zullen uitspreken voor bijvoorbeeld wind op zee. Dat wil niet zeggen dat het niet ook op land nodig is. Dat zal zeker nodig zijn. Maar we zeggen, we hebben een voorkeur voor grootschalige clustering van windmolens. Daar waar het past in het landschap en niet overal versnipperd. Een voorkeur ook voor windmolens met betrokkenheid van de bewoners. Of bijvoorbeeld de regionale energiestrategieën. Daar wordt er hard aan gewerkt. Daar zullen wij zeggen, het zou goed zijn als daarin een voorkeursvolgorde staat voor zonnepanelen. Eerst op daken en gevels. En pas als dat gebeurd is, ook in het landelijk gebied. Want we moeten ook denken aan de kwaliteit van het landschap. Maar bijvoorbeeld, u zult het ook niet gek vinden dat ik me als minister van Wonen ook uitlaat over de bouwopgave. Wonen is al een hele tijd gedecentraliseerd en dat is goed. Maar als we met elkaar constateren dat er te weinig woningen worden gebouwd, dat veel bouwplannen, ook door slepende procedures en ander gedoe, niet verder komen dan de tekentafel. Ja, dan wil ik u in de lead houden, maar dan mag ik ook best vragen, zorg er dan voor dat er genoeg geprogrammeerd wordt. Overleg daarover met de provincie, want dat is nodig. En dan kun je tenminste vooruit als een bepaalde uitval zich voordoet. En dat gebeurt omdat je dan genoeg geprogrammeerd hebt om toch genoeg te kunnen bouwen. Hoe dan ook, het zijn een paar voorbeelden van hoe je richting kunt geven en tegelijkertijd ook ruimte kunt geven. En in een goede relatie, dan moet je elkaar kunnen aanspreken. En dat betekent ook dat u mij kunt aanspreken. U doet dat overigens ook altijd. Vorige week, en ik ben er heel blij om, is de nieuwe crisis- en herstelwet in de Eerste Kamer aangenomen. Die treedt zo snel mogelijk in werking. En dat is een gewijzigde wet waarin we tempo kunnen gaan maken. En bij ministeriële regeling kunnen we heel snel projecten toevoegen aan bestaande experimenten. En de eerste regeling heb ik al bijna klaar. En via die eerste regeling zullen we 3000 extra woningen kunnen realiseren. Een aantal mensen hier in de zaal weten daarvan. En ik zou zeggen, praat met die collega's. Vraag ze wat ze hebben gedaan. En kom met mij en vraag mij om een tweede regeling. En als nodig is een derde en een vierde. Ik maak zoveel ministeriële regelingen als nodig zijn voor u om vaart te maken in die bouwplannen. U heeft 1,5 jaar de tijd. Want als het aan mij ligt, dan treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. En tot die tijd kunt u gebruik maken van die gewijzigde crisis- en herstelwet. Dames en heren, als u het goed vindt, gaan wij ook de laatste afdaling inzetten. De afdaling Nederland in. En dan kom ik echt helemaal bij u. Overigens, in die documentaire, The Powers of Ten, en ik raad u hem zeer aan, daar gaat de camera gaat nog een tijdje door. Die gaat die hand in van die man die aan het picknicken is. Het gaat de huid in, het gaat helemaal de moleculen in, de protonen, de kwanks, alles. Maar dan moet u niet mij uitnodigen om daarover te vertellen, maar dan kunt u beter Robert Dijkgraaf de volgende keer op het podium zetten. Maar ik wilde gewoon via deze metafoor toch iets tegen u zeggen, tegen u als bestuurders. En ik kom weer terug bij dat stelletje op dat picknickkleed. Want dat er mensen in Nederland onbezorgd kunnen gaan picknicken met elkaar, dat komt inderdaad, Jan van Zanen begon zijn verhaal ook zo, dat komt door u. Dat komt doordat er mensen in de gemeente zorgen voor allerlei dingen die we allemaal heel erg vanzelfsprekend vinden. Maar die dat eigenlijk niet zijn. Dat komt doordat u en uw voorgangers, en we staan altijd op de schouders van onze voorgangers, goede besluiten hebben genomen. Omdat jullie hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld de verbetering van de wijken, de publieke ruimte in onze steden en gemeenten. Omdat u zich inzet voor ouderen, voor kinderen die dat nodig hebben. Omdat we subsidies hebben besteed aan woningisolatie. Omdat we hebben geïnvesteerd in betere schoolgebouwen. Omdat we hebben geïnvesteerd in theaters, in kunst, in cultuur en in sport. En dat gebeurt allemaal op dat niveau, op het niveau van de gemeente. En dat gebeurt niet alleen aan vergadertafels. Nee, dat gebeurt juist op straat, in de wijk, in de buurtcentra.
met mensen. En daar bent u ook veelal te vinden. U bent hier vandaag nu allemaal in Barneveld. Maar eigenlijk bent u meestal gewoon in de buurt, in uw eigen gemeente te vinden. En daarvoor, denk ik, daarvoor hebt u het Rijk nodig. En daar ben ik me heel erg van bewust. En dat mag u ook verwachten. Want u kunt dat werk alleen doen als ik erin slaag om met de collega's in het kabinet en met de Tweede Kamer daar de juiste randvoorwaarden te creëren. Dus laten we ons nu, morgen en in de toekomst blijven inzetten voor dat hele mooie stukje aarde op onze mooie blauwe planeet voor Nederland. Ik dank u wel.